Deze die gaat over de OV-chipkaart en kredietverwerving in het algemeen. Hm. Wat een filosofische bespiegeling. Ik hoop dat jullie er een beetje om zullen gaan grinniken. Dus ga vooral niet denken dat ik zielig ben of zo. Hm? Ik behoor niet tot de zieligen. Ik behoor tot de grappenmakers. Oh, dan wordt er van mij gezegd: Ja, maar soms vinden we jou helemaal niet grappig. Oh, nou dank je wel voor de informatie. Ik vind mezelf nog steeds heel erg grappig. <laughs> hm. Voordat ik ga beginnen over de overchipkaart, en aanhangende zaken over de kredietverlening, maak ik even heel kort maar hoor. Reclame voor Ellen Watt en Jurk Gliesman. Jurk Gliesman heb ik persoonlijk ontmoet. Met Jurk Gliesman heb ik bijna 40 uitzendingen gedaan. Kan je nagaan? 40 uur. Plus de voorbereiding. Plus uh, de, de postprocessing. Dus ik wil denken van nou is dat heel makkelijk hoor. Je drukt even op record en dan is alles goed. Ben jij maf? Kan ik nog een hele uitzending aan wijten met hoe ik het voor elkaar krijg om, uh, om de opname mooi te laten lukken. Elk werk hoor. Ja, dat is mij en Jurk. Ellen Wot ken ik niet persoonlijk. Ellen Wot is eerder begonnen dan Jurk Liesman met uitzendingen te maken. En allebei hebben ze het over geschiedenis. En Jurk Liesman, die concentreert zich meer op de geschiedenis van de antichrist. En Ellen Watt, die doet niet aan Christ. Dus ja, die zou ook niet weten wat de antichrist is. Maar de mensen die Christ, christen, christen zijn, of christen of whatever, ja die weten wat de antichrist is. En heel toevallig, als je die twee verhalen van die twee heren naast elkaar legt, dan komt er één woord bovenrijven. Ja, dat heet consensus. C is dan uh, daar begin je mee, dus die K is een C. En dan uh, die tweede, S, dat is een S. Con S. Met een S, consensus. Niet concensus. Hm Welk woord denk je? Het is de naam van een stad. Om je te helpen. En die stad, die lag. Tussen de Uyfraat en de Tigris. Je had ook nog de stad. Oer was er ook in de buurt. En, nou, of in de buurt. Ja, hallo. Ja, drie kamelen tochten naar boven. Zo. En Nineveh was dat ook niet in die buurt. Zo kunnen hoor. Nou, de stad waar het om gaat is Babylon. Babylon is de winnaar tot nu toe. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ze maak je geen zorgen. Het is gebeurd, meer niet. Wat zou jou het uitmaken? Ga er weg, homo. Hm. Dat laatste was Brabantse. Dus ik uh, vind het al erg genoeg dat mensen gaan vertellen over hun seksuele geaardheid en dat iedereen moet weten dat ze la, la 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 doen. Ja, ik doe het met mijn herdershond. Oh nee 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 nee, nee, ik wil het niet horen. Ja, maar het is heel leuk hoor. Nee, ik wil het niet horen. Ja, dat geldt voor alles, hoor. Ja, Qua dat soort ja, Babylonische... Dat gaat Babylon over, hè? Seks, neuken... Unlimited... Uh, physical adjustment... Ja. En nu over de overchipkaart. Dit was genoeg reclame, toch, hè? Voor Jurk Liesman en Ellen Watt. En dat betekent minimaal acht uur luisteren per persoon. Dus per Ellen Watt. is dus acht uur Ellen Watt, acht uur Jurk Liesman. Dat kost je 16 uur. Nou, dat is één uurtje per dag voor het slapen gaan. En dan neem ik aan dat je nog wat verder doorgaat met luisteren. Anders heb je er niks van begrijpen. Oh. De overchipkaart. Wat is dat? Wat voor een onzin. Snap jij het? Waar gaat het over? Vroeger had je een strippenkaart. Voor de bus en de tram. En een kaartjescontroleur. Dat is toch ook mooi? Zo. Ja, maar dat kan veel goedkoper. Uh, wacht even, hoor. Uh. Nee, nee, ik ga helemaal stotteren hoor. Dat kan veel goedkoper. Goedkoper dan wat? Ja, wat denk je dat zo'n kaartjescontroleur per maand wel niet kost? Die is er ook voor uh, de veiligheid, hè? En de politie te bellen. Dat is een, een gouvernant. Een gouvernant van de trein. Van hallo, gaan we allemaal vandaag gezellig zijn? Laat je kaartje maar zien. Ja. En die heb je nog steeds, hoor. Die overchipkaart heb je dan wel lekker. En dan komt er nog steeds iemand langs. Dan mag ik uw kaartje even zien. Het scheelt er helemaal geen donder. Jo, maar het gaat nu heel veilig via de computer. Uh, wat was er onveilig aan de strippenkaart? By the way. En je kan toch ja, die geniale uitvinding... Je doet je, je pinpas in zo'n gele automaat. Je toets je bestemming in. En dan komt een kaartje uit. Ja? Daar is toch niks mis mee? Ja, maar het is uh, niet echt modern. Het uh, is nogal uh, een beetje flauw. En, uh, vandaar uh, over En het is helemaal niet duur, Peggy. Want dat zeg je nog wel... Maar dan maken we allemaal van die... Uh, dat gaat allemaal gratis. Als je nu naar... Hey, hier in Arnhem. Vroeger kon je daar... Uh, ja, kocht je kaartjes bij een kaartjesverkoper. En toen werd het gemoderniseerd. En dan kwamen er van die automaten. En dan kon je... Tjiep -tjiep -tjiep met je pinpas. Geniaal. Voor de rest was het heel makkelijk. Ja, op de borden kijken, wanneer je vertrekt de trein en vanaf welk spoor. Ja. In de bus had je je strippenkaart. Boop, strip maar af, strip maar af. En natuurlijk is er gefraudeerd in die tijd. Maar denk je dat er niet gefraudeerd wordt door... Uh, ik heb dat gezien op internet. Van die hele handige... Ja, dat zijn apen, denk ik. Die kunnen heel goed springen en die springen over die, die dingen heen. Dan heb je ook nog zo'n uh, zo kaartcontroleur nodig. Nee, ha. -ha, 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 -ha. Ja, zijn mijn zus, maar dat is allemaal heel handig. Want als je vergeet uit te checken, dan kan je dat uh, allemaal zien uh, via internet en dan kan je terug laten boeken. Ja, ja. ja ik noem dat. Uh... Fragmentarische diefstal. Dus ik ben ook een keer. Dan ging ik naar. Ik moest naar het oosten van Gelderland. met de trein. En ik had de overchipkaart. Dus alles ging goed. Inchecken bij de NS. En tjoeker de 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 En dan stappen we uit ergens. Uh, in het oosten van Gelderland. En toen dacht ik: hé, hey, fuck. Er stonden helemaal geen apparaten van de NS. En ik. Oh shit. Oh shit. Ik kan, ik kan maar jank. Ja, de dus volgende NS heb ik niet uitgecheckt. Hé, hey, ik kon niet uitchecken. Er stonden alleen maar apparaten van. Hoe heet dat hier dan? Arrivo. Ja, die hebben een andere kleur. Ja, dat past niet bij mijn NS-kaart. <coughs> Ik denk, nou, oké. Okay. Ik ben uh, naar die meeting toe. Dat was best wel leuk. We hebben thee gedronken. <coughs> Ik had een enorme kater. Maar zij rookten allebei. Nee, die ene, nee, nee, die ene rookte niet. En die andere rookte wel. Twee vrouwen maar waren dat. Heel gezellig. Nou, weer terug naar het station. En dan die kaart van mij, die, die, die wil ik inchecken. En dan weet een stomme Arrivo-apparaat, die, die zegt dan: U bent al ingecheckt. man Ik denk, wat moet ik nou doen? Ja. Nou, toen ben ik maar in de trein gaan zitten en er was geen kaartcontrole want ja al dat geld is opgege uitgegeven aan het installeren van die absoluut belachelijke apparaten. Maar u bent niet uitgecheckt. Nee, homo. Natuurlijk niet, want je weigerde dat. En bij datzelfde apparaat stond ik ook van uitchecken, uitchecken, uitchecken en apparaat nou. Je ne comprendo. Denk ik, Halleluja, prijs hier. En dan mocht ik ook niet inchecken. Oh, 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 oh. Ik heb krediet. Bij de Rabobank. Ik heb drie rekeningen. En die ene ga ik opheffen, want die is mij te duur. Dat is mijn krediet. Meer niet. Wat moet ik er verder mee? Ik heb toch mijn burgerservice-nummer pas bij me. Ik kan toch de bus inkomen en zeggen van... Hallo, ik ben Peri. pliep. Ik kan toch ergens een appje hebben dat ik zeg van... Als ik met de bus ga, dan gaat het van die rekening af. Nou, dan moet we alleen maar mijn kaartje te laten zien. Alsjeblieft, pliep. Dan ben ik toch klaar. Ja, maar uh, dat, uh, dat vind ik wel een... Uh... Uh, invasion van de privacy. Dat uh, ja, dat. Uh, uh, sorry? Uh, zit jij te stotteren of ik? Laat ik er ook tegen met mijn bank afspreken, want uh, ik wil een pasje. Een tweede pasje en die gebruik ik om uh, te OV'en. En als die gejat wordt, uh, moet ik geen risico lopen. Dus dat is maximaal zoveel euro per dag. Dat is mijn uh, ja, OV-pas. Dat is gewoon een rekeningnummer. En als dat ding leeg is, nou, dan, dan wordt er afgeschreven van mijn spaarrekening. En dan krijg ik een sms. Of een bericht of een e-mail. Ja. U heeft uw saldo overschreden en u heeft uh, gegeten van uw spaarrekening. Nou, dat... dat, dat. Dat best. Ja. Kan een keer gebeuren. Maar dat is toch slim? Ja, dat is toch automatiseren? En dan zal er ongetwijfeld een gedachte achter zitten dat ze. een en ander stelletje sukkels. Dat die dan beloofd hebben: van ja, we maken een systeem en dan kan je precies weten waar iedereen geweest is. Daar gaat het om, hè? En dat zie je over het chip in één keer. Ja, natuurlijk. Maar de uitvoering is zo slecht. Doe het dan fatsoenlijk. Waarom kan je niet pinnen in de bus? Ja, maar het is veel te veel tijd. Want er zat iedereen in de rij... En uh, ja, waar moet je dan naartoe en hoe moet de buschauffeur weten wat hij moet afrekenen? En dan krijgt die buschauffeur toch een app? Die heel handige, uh, ja, precies de route. En oké, okay, hoeveel haltes wil je? Oh, ik moet naar Oosterbeek. En die buschauffeur ziet, oh, dat zijn zeven haltes. Dat is 3,10 uh, uh, euro. Tien. Oh, hoppakee, pliep, pliep, klaar. Kijk, je moet betalen voor je je moet betalen, natuurlijk. Je maakt gebruik van een dienst, natuurlijk ga je betalen. Al is het maar een kwartje. Je kan niet zomaar van een dienst gebruik maken. Dat moet afgerekend worden. Ja, natuurlijk. Maar via een apart systeem met chips erin. Ik had een repetitieafspraak met mijn band, dat is een tijdje terug. We hebben de afspraak veranderd. Ik kom niet langer met de bus. We ben hem gekapt. Ik stond hier in Arnhem Centraal op een station, netjes te wachten op de bus. La, 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 la. En dan kom je binnen en mijn kaart die zei niet eens piep. Het is dus geen kwestie van onvoldoende saldo. Nee, hij zei geen piep. En er stond Saldo op. En die buschauffeur die kijkt me zo aan. En die zegt: Ja, ik mag jou niet binnenlaten. Want je kaart zegt geen piep. Ja. Sorry. In de tijd van de strippenkaart. was het toch duidelijk. Dan leg je zo'n stuk karton neer. en die man zo tjok. En ik weet wel dat ermee gefraudeerd is. Dat weet ik wel. Maar dat zijn kleine kinderen. Jongetjes van 18 of zo. Van ha, 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 ha. Weet je wat ze deden in die tijd? Dat is wel leuk hoor. Namen ze van, ja, een soort van. Ja, een doorzichtige sticker, dat moet je zeggen. Een stukje plastic wat kleverig is. Maar niet te kleverig. Hè? Dat je hem wel eraf kan halen. En dan plakten ze zo'n stukje plastic eroverheen. Bij, bij zes strippen of zo. Die man zo, Ja, oh, dat is het een beetje zuid. Ja, dat de zes strippen. En dan klank, bovenop de plastic. Hè. En dan ging je netjes plaatsnemen op je stoel. En dan pak je een beetje spuug. Al die inkt eraf. Ja, het is gebeurd. Maar denk je dat het met de overchipkaart niet gefraudeerd wordt? Tuurlijk wel. Maar. maar net zo goed... Vervelende van de OV-chipkaart is dat er de andere kant op gefraudeerd wordt. Dus ik werd de bus uitgestuurd. En die man zei tegen mij: Oh, je hebt onvoldoende saldo. Nee, dat had ik helemaal niet. Die chip was kapot. Dus ik, daar zo'n chip oplaadapparaat. dat schijnt niet in een bus te kunnen passen. Een bus, dat is veel te klein voor een pinautomaat. Dat, dat kan toch niet, jongen? Zo'n pinautomaten, dat is al gauw uh, 10 bij 10 centimeter hoor. Uh, ja, en twee, drie centimeter hoog. En waar moeten we dat dan plaatsen in de bus? Eh, ja, ja, er staat geen burger stil bij. Eh? Ik moest naar buiten. en denk ik: Fok, straks vertrekt die bussen. Oh, ik had ook geprobeerd om contant te doen, maar hij had geen. Nee, ik had, ik had niet genoeg contant bij me. Shit to the fuck. Nou, hij is dan het station ingelopen van Arnhem. Als een pin oplaten meuk geweest. En, 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 en daar zei hij ook geen bliep. Nee, dat, die chip was kapot. En ik heb hem niet kapot gemaakt hoor. Die, die chip was, uh, weet ik veel, verkeerd geüpdate. Het is dan mijn schuld wel weer wezen. Maar het is hully, really stomme, niet werkende overchipkaart. Waardoor ik niet meekom met de bus. Oh, maar dat zijn kinderziekten. kinderziekte. En dan moet je gewoon even doorheen. Nee, dat zijn helemaal geen kinderziekten. Dat is een fout, dat is een fout systeem. Ik had een rijbewijs bij me, ik had een ID-bewijs bij me, ik had twee bankpassen bij me, met saldo. Maar ik mag er niet mee met de bus. Want mijn overchipkaart is kapot. Ja, maar ik ken u een nieuwe aanvraag, met een digi-D. Of zoiets. Ga maar weg, man. De drummer van mijn band, die ging toen naar die repetitie. Ik heb die jongens gebeld hè, en gezegd, ja, ik heb net gepint voor, voor cash. Zei, en dan moet je ook nog eventjes voor de fake wat boodschappen doen bij de Albert Heijn. Om dat geld klein te slaan. Zei, ik kom er zo dadelijk aan, maar ik heb wel een vertraging van drie kwartier. Om alleen naar Oosterbeuk te komen... En dan vertelde Wout, die vertelde dat hij ook zijn akkefietje had gehad. Dat hij had de hele dag gewerkt en lalalala. la la ik pak even de bus naar huis. Ik weet niet waar hij was geweest. En zijn ding zei ook geen bliep. Niet onvoldoende saldo of zo, ben jij maf? Hij zei geen bliep. <coughs> Chip kapot. <coughs> en toen is Wout gaan zitten. En die chauffeur die, die riep zo naar achteren van... Ja, ik mag je dan niet laten zitten. Want je hebt geen bliep gezicht. Waarop Wout zei: Op mijn kaart staat voldoende saldo. En als jij me eruit wil zetten, dan doe je dat maar. Ik blijf zitten. Want ik heb voldoende saldo. Hm? Je hebt je strippenkaart gekocht. Hm? Ja, maar deze strippenkaart, ja, die werkt niet. Deze, nee, dat klik klok. Nee, uh, werkt niet. Nee, de, de strippenkaart werkt niet. Ja, daar had je in de tijd van de strippenkaart geen last van, hè? Homo. Ja, ik wil niet vervelend overkomen. Daar gaat het me helemaal niet om. Het is wel een vorm van stupiditeit die ik ernstig vind. Ik kan er niks aan doen. Dat ik het even weet. En kredietverstrekking in het algemeen. waar hebben we het voor nodig? Je moet op je overchipkaart. die moet je opladen. Wat nou? Dus je moet je ene pasje pakken. en daar moet je dan zoveel van afhalen. Dan moet je op je andere pasje zetten. en dan maar hopen dat je. dat je chip het nog doet. Dat is diefstal. Ernstige. Euh, euh, ik kan niet anders verzinnen dan dat wij de. Dat wij hebben de overheid gekregen die net zo stupide is als wij. Ja, maar dat wil ik graag zo houden, want euh, zelf hou ik van stupiditeit. Want ik heb laatst ook weer. Alsjeblieft, vertel het niet. Ik wil er niks meer van weten. Ik wil met stupiditeit niks meer te maken hebben. Ze kunnen allemaal mijn rug op. Een belachelijk systeem. Wat had ik nou laten? Nee, al Een paar jaar terug hoor. Dan hadden ze Almere Parkwijk. Hadden ze de, de chip uh, dingen klaar. Dus alle andere voorzieningen die waren... ...disabled, ontmanteld. En ik sta dus morgens om acht uur op dat station. Ik moest naar... Daar ...bij Schiphol in de buurt. En uh, geen bliep liep, hè? Helemaal niks, niet... Maar ...niks deed. Wat moet de fuck ik dan doen... Ik ben teruggelopen naar het huis van mijn moeder. Daar zat ik een lang verhaal. Maar ik zat eventjes bij mijn moeder in huis. En daar dan de auto gepakt. Maar ja. Ik wist de weg niet zo goed. Ik was er nog nooit per auto naartoe geweest. Ik ging naar die klant altijd met de trein. En dan kan ik het zo vinden. Ja, dan maar met de auto. Ik was niet te laat bijna mij. Viel me nog reuze mee. Dat slaat toch nergens op. Hoe vaak het al niet gebeurd is dat ik thuis kwam, dat ik dacht van, oh kut. Ik ben vergeten uit te checken. <laughs> ah. En een kennis van mij. die heeft een, een baan. in het onderwijs. in de buurt van Arnhem. Ik weet niet precies waar. Ze woont in Wageningen. En ze gaat dan s'morgens. elke ochtend. Dus vijf dagen per week. gaat zij s'morgens. met de bus naar het treinstation. En daar heeft zij een jaarkaart. Abonnement, dinges, contract. Ze mag een jaar lang. Precies dat stukje rijden. Ik weet niet waar ze naartoe moet. Zo'n prees ik. haaf. Nee, daar zat ze toen. Nou, een ja-kaart. Nou, komt zij op een betreffende ochtend aan op Ede Wageningen. En er staat een enorme rij voor. De, ja, de overchip. Bliep, bliep. Dus voor de kostenbesparingstoestanden. Hebben ze daar maar twee van die paadjes staan. Een druk dat het was, joh. Ja, Ede Wageningen. De ene helft die moet naar Zwolle. De andere helft die moet naar Den Bosch. De volgende helft die moet naar Amsterdam. heb je nog een helft en die moet naar Utrecht. En, heb je, en zij moest dan naar het oosten. En die intercity die stond op het punt om te gaan vertrekken. En ze kijkt naar nou, die rij mensen die allemaal klaarstaan met een overchipkaartje. En zij denkt van ja, op deze manier, als ik wacht op mijn beurt om te bliepen, dan is die trein weg. En dan kom ik te laat op mijn werk. En ik werk in het onderwijs, dus die kinderen zitten allemaal om kwart voor negen met de armen over elkaar in de klas. En waar is juffrouw Jannie? Ze heet geen Jannie, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar waar is die juffrouw? En zij dacht: Nou, kom op, ik heb een jaarkaart, ik heb alles al betaald. Ik ga in de trein zitten. En hij zei: Jongen, met die kaartjescontroleur. Kijk, vroeger, als je dan zo'n contract aanging met de NS, dan kreeg je een kaartje. Een jaarabonnement. Met een pasfoto erop. Zo. Of zoiets. En dan kon je altijd doorrijden. En dat kan dus niet meer, want je moet eerst inbliepen. Gek voor woorden. Je hebt een contract met de NS. Je betaalt een jaar vooruit. Daar heb je het bewijs van, want dat stond op haar overchipkaart. Dus ik kreeg die kaartcontrole. Van, mag ik u even overchipkaart zien? En zo pliep. Oh, u heeft niet ingecheckt. Nee, homo. Er stond een hele rij en ik moet op tijd naar mijn werk. Ik wil wel een beetje meebliepen met jouw organisatie. Van bliepen de bliep. Van is juffrouw Janni wel ingestapt en is juffrouw Janni wel uitgestapt? Een soort misdaadcontrole of zo? Juffrouw Janni is mogelijk ontvoerd. Die man die wilde haar nog de trein uitzetten. Ga jij maar het volgende station naar buiten en ga daar maar even inbliepen. En kom jij maar een half uur te laat op je werk. Want ik ben van de NS. En wij zijn hier niet om mensen op tijd te laten zijn. Ja, Het is best wel bijzonder, vind ik hoor. Apart, vind ik het apart. Merkwaardig. Jeetje, kreetje. Wat een rare toestand. Straks wil dan niemand meer met het openbaar vervoer. Gaat iedereen lopend naar zijn werk. Als je naar je werk... Dat is ook het volgende. Je hebt een baan. Hè? Laten we er even vanuit gaan. En daar kan je niet lopend naartoe. Dat is 50 kilometer afstand. Ja, je kan niet 100 kilometer per dag gaan lopen. Dat, dat kan niet. Dan ben je de hele dag bezig met lopen. Dan neem in een auto. En in die auto moet benzine. En wat vragen ze dan? Accijns. Ah. En bovenop de accijns gaat. De BTW. En waarom? Tante Gerda wil naar haar werk als kantinejuffrouw in Zoetermeer. En die moet accijns betalen en BTW over de benzine. En dan moet je auto elk jaar. Tante Gerda heeft natuurlijk een goedkoop autootje. Dus een oud barretje. Zo'n non-auto, zoals een Renault Clio. Of een Dasha. Of zo. Een soort uh, rijdende begraafkist of zo. En dan moet je ook nog accijns betalen. <coughs> omdat je naar je werk wil. Waar we, we, we slaat het op? Ik zou het niet weten hoor. Of is het de bedoeling dat wij niet meer reizen? Dat we allemaal thuis blijven zitten met onze grote teen in onze mond? Wat ben jij aan het doen? Ja, ik ben aan het sabbelen op mijn grote teen. Ja, maar waarom dan? Nou, uh, kijk die overchipkaart. En al die accijns en BTW daar kan ik niks mee en ik blijf liever thuis. Als ik die lui in mijn handen krijg, dat krijg ik niet. Die hoeft nergens zorgen over te maken. Ik ben ter voorbereiding al aan het kijken naar Netflix en naar Sons of Anarchy en daar weten ze korte metten te maken, hoor, met ratten. Ja, dat zijn van die fantasieën en daar klamp ik me dan aan vast. En dan denk je, nou Perry, je bent toch wel gelukkig. Nou inderdaad, het maakt me ook geen donder uit. Ik heb nou die non-auto, een Renault Clio. En dat is twee kilometer lopen en dat is goed voor mijn botten. En, nou, er zit wel een aan het lopen, tegen de bult op. En er zit een nieuwe TomTom -tom in. Dat heb ik ook laatst pas gehoord. Ik gebruik dat ding niet veel meer. Een fiets, die, uh, ja, die is. Ge... Dat was een klein beetje mijn eigen schuld, maar ik wil ook helemaal geen fiets. Fietsen zijn, on... ja, zijn aandachtsvragetjes. Van fietsen moet je houden. Dat je van die vieze vingers krijgt. En dan rij je de ketting in, vetten. Er moet de versnelling bijgesteld worden. Oh ja, en dan krijg je een lekker band. Ach, <coughs> Dus ik loop. En als het te ver te lopen is. Het of... was het laatste, was het was afgelopen kerst. 2017. Belde mijn vriend Dirk. En die zei. Zou je langs willen komen op tweede kerstdag? Want uh, zijn moeder, die, zou, uh, ja, die had van alles georganiseerd en. Uh, ja. En of ik langs wilde komen. Vond ik erg bijzonder. Kende zijn moeder helemaal niet. Kende zijn zus niet. Kende ze. Zijn... Helemaal, helemaal niemand. Zijn vrouw heb ik één keer gezien. Ik zei: Ja, dat wordt een beetje een probleem, Dirk. Want maar over chipkaart is. Uh... Ja. ja, zei hij: Zo makkelijk kom je er niet mee weg. En ja, wel even later, via die e-mail. Dan moest ik op een uh, website, lalala, en een download en een printen. En toen had ik een geldig vervoersbewijs. <laughs> Kijk, dat is, dat is drempelverhogend. In het contact tussen mij en Dirk. ik was razend nieuwsgierig. Dirk gaf al een beetje te kennen van ja. Ik zie er zwaar tegenop en uh, straks overleef ik het niet. En zou jij erbij willen komen zijn. <laughs> en ik zal je wel waarschuwen. voor welke familieleden je op moet passen of zo. Ja, dat had ik gelijk in de gaten. Dat was zijn zus. <laughs> ja, ik ben er gearriveerd. Ben ook weer thuisgekomen. Man, heeft al op geld gekost. Voor Dirk. Ja, ik heb hem terugbetaald. Nou, ja, hoe we zeggen, uh, niet echt terugbetaald, maar voor de vorm terugbetaald. dat. Zeg maar. Als het ware terugbetaald. Ik heb twee joints voor hem gekocht. Vindt hij lekker. Waarom niet? Aardige jongen. Dirk. Hij is twintig jaar jonger dan ik. Ik heb nog een keer tegen hem gezegd van... zal ik jou adopteren? Maar dat vond hij een rare opmerking. Dat vond ik achteraf ook. <laughs> ah, je gekke over je kaartje ja, gaat er weg. Hou er toch mee op. In Finland hebben ze geëxperimenteerd met een heel aardig systeem. Heb je, een, uh, je moet een sms-telefoon hebben. Dat heeft toch iedereen, hè? Een Nokia 1240 of zo. Geen kleurenscherm, niet nodig. Uh, internet, niet nodig. Dus allemaal, dat slaat allemaal nergens op. Je stuurt een SMS. En dan krijg je een respons. En um, dan laat je dat beeldschermpje zien aan de, <coughs> ja, de persoon die achter het stuur zit. De verhaal, de zoekvuurder. de PKW vuur. Dan zegt hij: oké. Okay. Terwijl je staat te wachten op de bus of de trein of whatever, dan heb je alle tijd om een sms te sturen. En dan je, nou, ik zit nu uh, nou, in Arnhem. Ik wil van Arnhem naar Waard. Dus, uh... Kan makkelijk. En dan krijg je een respons en dan laat je dat zien. Arnhem heer Ja, maar dan kunnen ze dan uh, frauderen hoor. Want uh, daar heb je een uh, smartphone voor nodig. En dan, uh, ja, dan kan je een schermpje maken. Het uh, lijkt net alsof jij uh, officieel betaald hebt, maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wat je wel nodig hebt is dat je dus vanuit de bus moet je uh, een satellietverbinding hebben. Of uh, G5 of G3 of zoiets. Dat wel. En jij krijgt een ticket en op dat ticket zat een nummer. En dat nummer moet corresponderen met het opgeslagen ticketnummer in het centrale systeem. Heb je toch ook alles? Dan weten ze precies waar iedereen naartoe gaat. Ja, en waar ze uitstappen. Ja, misschien heeft iemand een kaartje gekocht voor Heer Hugo Waard. En hij is er pas in uh, Den Helder uitgegaan. Dat kan. Daar is de kaartjescontroleur voor nodig. Meneer, u, u had allang uit moeten stappen. Als je zegt, wat? Ja, want u had eruit uitgemoeten bij Alkmaar. En we zitten nu al in de buurt van Den Helder. Dan denk je. Oh, oh, de, me, de. Oh, oh, oh. Oh, sorry. In slaap gevallen. Zo. Ja. Geen hond gaat frauderen met het OV. Dat zijn alleen maar kinderen. En voor de rest is het ook zo dat je het enige wat je wil weten is: ja, waar willen mensen vandaan? En waar willen ze naartoe? En dan flikken je allemaal in een hele grote database. En dan maak je grafieken van. Zeg het maar. Dat je weet waar mensen naartoe moeten. Het zou ook mooi zijn dat als er een trein uitvalt, dat die vriendin van mij, juffrouw Janni. Die niet zo heet. Hè? Maar dan krijgt juffrouw Janni die krijgt een, een sms'je om s morgens om half acht van ja, de trein van Huppeltje Pub eh, is uitgevallen. En we hebben geconstateerd dat er hoeven maar zo weinig mensen mee met die trein, eh, gezien dat het zondagochtend is. En eh, we komen u ophalen. Hm? Want je moet toch naar eh, Capella aan de IJssel? Ah, En regelen we dat hoor. Je moet ze dus precies weten waar je naartoe wil. Er valt een trein uit en dan beslis je van, nou, 80% van die lui in die trein, laat maar zitten, die regelen maar wat anders. Maar die 20%, die lichten we eruit. En dan komt er een regiotaxi langs. U moest toch ergens naartoe? Maar zo kan het ook, hè? Hele andere manier van denken. In de... Hele andere manier van denken. over de manier. waarmee we met elkaar omgaan. Al oh, dat boze gedoe en het achterdochtige gedoe. Yo, als je niet uitchikt. dan krijg je de volle map. Dat ja, heb ik ook al een paar keer gehad. Want het is zo makkelijk he, om te vergeten dat je uit moet checken. Want dat slaat ook nergens op. Je, je hebt toch verteld tegen de buschauffeur dat je naar Herengewaard wil? Ja, dan zijn we bij Herengewaard, uh, Zuid. En dan stap je uit. En dan zeg je 'dag' tegen de buschauffeur. Dat is toch alles? Het is toch openbaar vervoer? Het zou in principe gratis moeten zijn. Heel gezond zijn voor de Nederlandse samenleving, voor elke samenleving. Laat de treinen maar rijden. Het hoeft helemaal niks te kosten. Het kan van de algemene middelen af. Ja, maar hoe moet je dat dan regelen met algemene middelen? Nou ja, dat heet belasting. Natuurlijk moet er belasting geheven worden, dat is geen enkel probleem. Maar niet van die ingewikkelde belastingheffing. Dus hou het een beetje simpel. Dus in de bus mag je pinnen, dat is gewoon geen enkel probleem. Ja. Dan mag je een overchipkaart hebben als je dat graag wil. Jo, dat vind ik handig. Nou, dat is het best. Dan neem jij een overchipkaart. Een overchipkaart is uh, contactloos betalen. Dus ik zou een overchipkaart in een kooi van Faraday in je zak houden. Want als jij op een avond in een kroeg bent, of van andere festiviteiten toestand, dan heb je een glaasje alcohol op. Een mooie meid in de buurt, en daar word je ook dronken van. En dan komt er iemand langs, en die, uh, ja, die botst een beetje tegen jou aan met zijn uh, tas. Ja, en in die tas zit een scanapparaat. Allemaal: Bliep. Ja, wat dacht je wel niet? Kijk dat apparaatje wat, uh, voor de overchipkaart. Uh, wat die buschauffeur dan heeft. Hè? Hoe groot is het apparaat? Dat is veel te groot. Dat kan veel kleiner. Huh? De te grootte van een pakje sigaretten. Iemand houdt uh, een, een voorwerp te grootte van een pakje sigaretten... tegen jouw rechterbil aan waar jouw portemonnee zit. En die... Bliep, die bliep, bliep. Je bent gewoon gek als je geld stort op je overchipkaart. Dat kan zo geplunderd worden. Er zit geen pincode op. Ja, maar wie weet dat soort technologische dingen dan in elkaar te solderen. Nou, uh, die productie van die pinautomaten. Dat wordt gedaan door arbeiders. Die ook voor de scheid behandeld worden. Met een manager die dan tijdens het personeelsfeest uh, heeft geloven met je vrouw. En dan wil je ook nog een keer ontslagen. Nou, dan ben je pistof. Maar die jongens, die maken het hoor. Die kennen die elektronische schema's. Met antenne gebeuren. Hè, een 9 volt batterijtje. Dat komt allemaal goed, jongen. En jouw overchipkaart wordt geplunderd. En dat saldo dat wordt doorverkocht. <laughs> nee. Het is alleen maar fraudegevoelig en meer niet. Het totale onzin. En meer niet. Je moet betalen voor, het, voor, je, voor je dienst. Ja, dat is het best. Ja. En ik vind het wel leuk dat je meerdere pasjes kan hebben. En dat is vrijwillig. Ja. En stel je, je bent een economicus, een homo economicus. En jij zegt tegen jezelf van nou 150 euro per maand openbaar vervoerskosten. Dat vind ik in de lijn der verwachting. Dan zet je toch die limiet erop. Dan heb je een apart kaartje met een limiet van 150 euro. Alleen voor de bus en de trein. En de tram. Dus als je dat kaartje kwijtraakt. Ja, ze kunnen er niet mee gaan pinnen in de supermarkt. Dat is alleen maar van jouw rekening voor je openbaar vervoer. Dat is toch leuk? Nou, dan kan iemand zo'n kaartje kopen. Dat vind ik best. Maar er zit ook een pincode op. Ik zou niet overgaan naar contactloos betalen hoor. Met een kooi van Faraday, by the way. Een kooi van Faraday is niet meer als kippengaas. Maar dan, ja, in het geval van een, die chip te beschermen, moet je van het fijnere gaas hebben, misschien van zilver. Een heel dun zilver. Een gaas van zilver eromheen. Leuk verpakt in een stukje leer. Misschien dat je portemonnees moet gaan verkopen die een kooi van Verrode hebben. Dan stop je daar je kaartje in met de chip. En als iemand langskomt lopen in de kroeg of op het festival met zo'n. Ja, die komt niet binnen. Want je chip is helemaal monddood. Doofstom moet je zeggen. Die chip van jouw uh, overchipkaart, die pikt geen signalen meer op. En Faraday, dat spel je Faraday met een Y. Farah met een F. Faraday met een D. En een Y. Faraday. Ben je van dat risico af? Ja, mijn oplossing is uh, geen overchipkaart. Dat maar niet. Als ik ergens naartoe wil, dan ga ik wel lopen. Of lopen naar mijn non-auto. Mijn Renault Clio. Het is best een leuk dingetje hoor. Ik zit er wel over te zeuren, maar het is best een leuke auto. Heel betrouwbaar. Voor mij dan, hè? De, de, Wim Kruidentuin en uh, Martin. Die onderhouden die ding, dat ding. En ik moet binnenkort een APK gaan betalen. Ik zeg dat is goed. We houden de kilometers bij. Iedereen betaalt naar de mate waarin hij moet. Hoogste kosten zijn volgens mij nog de snelheidsovertredingen. Hoor. Van mijn kant en dan. Dan hang ik weer eens voor 70 euro. Kut. Dat is ook zoiets. Waarom zijn al die snelheidslimieten er? Hier mag je 103. Hey, waarom 103 kilometer per uur? <laughs> ja, want anders is het onveilig. Ik bots helemaal nooit. Ik weet nog een keer dat ik moest naar een begrafenisherdenking. Ik had toen een katholieke vriendin. Katholieken doen dat. Allemaal heel belangrijk, want alle familie komt erbij. En dat vind ik ook belangrijk. Familie. En dat ik er ben als hun schoonzoon. Dat is trouwens niet gelukt, want ze ging neuken met een belg. Maar in die tijd dat ik er nog een gat in zag, moesten we naar de begrafenis en er ging iets mis. Een lang verhaal met mist. En toen dus zei ik tegen haar: Kom op, we redden het, maar dan ga ik wel 190 kilometer per uur rijden, of 200 of zo. Even buckle up, baby. Ja, het was zondagochtend, half tien. Op de A15. Een verdwaalde bejaarde op weg naar de. Weet ik veel, ook iets. Die reed allemaal rechts. De linkerbaan was vrij. Dus ik zei tegen haar: Nou, ik hou de linkerbaan in de gaten. En jij houdt de rechterbaan in de gaten. En als je maar iets ziet wat je onverwachts vindt. dan geef jij een kreet. Oh, pas op. precies, hè. dat is genoeg. Alles wat je hoeft te doen. Zolang die mensen aan de rechterkant van de baan. die gaan dan 100 km per uur. en ze blijven netjes rechts. ja, dan kom ik langsgeuren met mijn 190 à 200 km per uur. Maar. er is toch niks aan de hand. Toen waren we vlak bij de begrafenisherdenkingslocatie. En toen was daar een wegopbreking. Zo'n chicanes. Van die, uh, links moet je naar rechts en weer terug. En dan dus, uh, uh, uh. En dacht ik, oh, de fuck. En voor mij reed een BMW 5-serie. En die man die moet er in de buurt gewoond hebben. En die ging er doorheen met 130 km per uur. En er hing zo'n bord hè, van 80. En hij pakte 130. Toen dacht ik: van, Nou, wat die Brabo kan, dat kan ik ook. Zo. Ook 130 gepakt. En we kwamen op tijd, hoor. Zo. We kwamen het parkeerterrein oprijden van de kerk. En. Uh, Ah, al haar familieleden waren net aan het uitstappen. Ja, die wonen er allemaal. In de Kets en de Mai en alles boven Breda. Ja, die waren keurig op tijd. Ja, die wonen tien minuten rijden. En wij hadden die mistbank gehad. En in de mist heb ik niet zo hard gereden hoor. Dat durf ik niet. Dat vind ik veel te eng. Maar toen het zicht helder was. En dacht ik, nou kom op, we gaan er tegenaan. En dat hebben we gedaan. Dat mag toch? Ik heb toch helemaal niks fouts gedaan? Maar als ze me gesnapt hadden... Wauw. Dan was ik de bok geweest, hoor. Maar dat was helemaal niet. Dus ik hield de spiegels in de gaten. Ja, zondagochtend half negen, half tien of zo... Er liggen al die politieagenten liggen in bed. Die hebben allemaal nachtdienst gedraaid bij de zaterdagavondfeesten. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Het is wel een beetje vervelend hoor, van die overchipknip. Ja, zo worden wij aan alle kanten... Ja, vraag maar aan Ellen Watt. Ga ja, maar luisteren naar Ellen Watt. Die kan je daarover vertellen hoor. En Jurk Liesman ook. Wij hebben de overheid gekregen die hetzelfde niveau heeft van intellect als wij. Een hele domme lui. Uh, wij dus. <laughs> We snappen er helemaal niks van. Ik heb ook nog gehoord dat de gemeente Arnhem 1 miljoen euro heeft gedoneerd aan het Algemene Fonds ter promotie van de overchipkaart. Van mijn gemeentebelasting? Ja, misschien dat ik het niet goed begrepen heb. Of dat ze het van plan waren, maar ze hebben het niet gedaan. Dat ze ook nog kunnen. Of het heeft helemaal niet in de krant gestaan. Maar ik meen mij te herinneren dat het in de krant stond. Hoor. Of op internet, bij de gelderlander. Gemeenteraad, akkoord met promotie over je chipcoat. Ja, dat is een duur kaartje hoor. Als dat zelfs vanuit de gemeentebelasting betaald moet worden kan jij je voorstellen dat in de krant had gestaan dat de gemeente Arnhem die gaat 1 miljoen uitgeven ter promotie van de strippenkaart? Ja, maar het gaat wel om elektronica en dat is elektronisch betalen en dat is de toekomst. Nee, allemaal hekjes rondom een station. Dat is de toekomst. Je kan er niet meer in, doe je bliep, 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 dan gebeurt er helemaal niks. Mama, waarom kom je niet? Ja, ja, kindje, kindje. Mama, over chipkaart. Niet helemaal werken, niet. Dus ga maar bellen met tante Gerda. En als je tante Gerda niet kan bereiken, moet je mij terugbellen. Dan ga ik kijken waar oom Herman uithangt. Dan kan die je wel meenemen en je te eten geven. Maar mama zit nu vast op Zoetermeer Zuid. En hoe komt mama hieruit? Naar het leger des heils gaan? O, joh, maar over chipkaarten doet het niet, en ik moet terug naar Arnhem. En kan ik hier overnachten? Naar mijn uh, zuster uh, Hernanda. Ja, is dat de bedoeling wat we willen? Hartstikke bedankt voor het luisteren, en op zijn hamburgers, want mijn bier is op, op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus, en dag lieverds.